Als je snel een mooie kaart wil maken, dan heb ik vandaag een hele leuke tip voor je. Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Ja, de snelste en makkelijkste manier om een mooie kaart te maken is door gebruik te maken van de Memories & More kaartjes. Vandaag ga ik laten zien hoe ik in een mum van tijd 4 hele leuke kaartjes gemaakt heb. In de huidige jaarcatalogus kun je de Memory & More artikelen allemaal terugvinden op bladzijde 154 en 155. Hier heb je een overzicht niet alleen van hoe je de kaartjes kunt gebruiken in combinatie met de insteekhoesjes en de albums om je herinneringen vast te leggen en je foto's verder te versieren, maar ook hoe je ze kunt combineren met de kaarten en de enveloppen. Nou is gisteren, want ik film dit op donderdag 25 maart, gisteren is de retired lijst uitgekomen. Daarop staan de Memory & More kaartjes van de huidige catalogus. Dus hierop geldt nu op is op. En wat wel leuk is om eventjes te vermelden is dat de Flowers for Every Season Memories & More kaartpakket, die is nou afgeprijsd naar 7,95 in plaats van 13,25. Dus dat is misschien wel een leuk om eventjes in gedachten te houden. Ik ga vandaag niet laten zien hoe het werkt om de Memory & More kaartjes te gebruiken in je scrapbooking. Dus in het je herinneringen vastleggen in je fotoalbums. Als je er nog wel interesse in hebt, laat het me even weten in de comments. Dan zal ik kijken of ik daar een apart filmpje over kan maken. Vandaag ga ik me richten op het More gedeelte. Dus hoe je daar kaartjes mee kan gaan maken. Het voordeel van de Memory & More kaarten is dat je er niet alleen ontzettend veel van hebt in een pakketje. Ze worden trouwens niet geleverd in deze stampcases. Ze worden gewoon geleverd in plastic. Ik kies ervoor om ze op deze manier te bewaren. Ik vind het makkelijker. Ze maken eigenlijk ook altijd onderdeel uit van een suite. Dat betekent dat er nog meer coördinerend product bij is. Zoals stempels, zoals designpapier, zoals embellishments. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om in gedachten te houden. Maar ze bestaan dus uit kaarten zoals deze. Deze zijn 4 inch bij 6 inch. Die zijn aan beide zijden bedrukt en zijn horizontaal of verticaal te gebruiken. En hier zitten overal zitten er 2 van in. In iedere stijl. En deze zijn zeg maar hetzelfde formaat ongeveer als een foto. Als je gewoon een standaard 10 bij 15 foto hebt, dan heb je dit ongeveer. Deze zijn 10,2 bij 15,2. Er zitten van elk van de ontwerpen zit in totaal 25 ontwerpen in. Dus je hebt 50 kaartjes. En niet alleen heb je dus van die hele leuke kaartjes om mee te werken. Er zitten ook 4 vellen, 2 van ieder, stickertjes in. En in dit geval hebben ze wat labels en wat versiersels. En hier ook wat woordjes. Waarmee je dus je scrapbookpagina of je kaarten nog extra kunt versieren. Naast de 4x6 inch formaat hebben ze ook 3x4 inch kaartjes. Dat waren de kleinere insteekvakjes van de hoesjes. Maar die zijn ook heel erg leuk te combineren. Ik vind deze ook handig als ik gewoon een klein briefje aan iets kleins moet doorgeven aan de leerkrachten van mijn kinderen. Als er iets gebeurd is of als ik contact met ze wil opnemen. Ik weet dat dat ook kan met een mailtje, maar het is toch veel leuker. Bovendien vinden kinderen het ook leuk als ze iets kunnen geven aan de juf. En de juf is altijd verrast dat er weer een mooi kaartje hun kant uit komt. Dus ook deze zijn allemaal dubbelzijdig. En sommige hebben spreukjes, sommige hebben vakjes, sommige hebben schrijflijntjes. Dus je hebt een hele mooie variatie van allerlei verschillende kaartjes die je op meerdere manieren kunt inzetten. Zoals je ziet, ik verknip ze ook. Ik heb hier eerder een kaartje mee laten zien. Als ik eraan denk, zal ik proberen om hem te linken. Ik zal hem hierboven linken. In de shot van het kaartje wat ik hiertoe meegemaakt heb. Dus je hebt een heleboel verschillende kaartjes. Wat ook dus was, nu wat uit het assortiment gaat, waren dus die kaarten in de verschillende kleuren. Maar je hebt ze ook in het wit, zowel in de maat die past bij de 4x6 inch kaarten als de kleinere maat die past bij de 3x4 inch kaarten. En daar wil ik vandaag mee aan de slag gaan met die kleinere maat. En het lijkt mij leuk om van makkelijk naar moeilijker te gaan. Dus ik heb hier dat kaartbasisje. Het is dus al een voorgerild kaartje.
Dus je hoeft hem alleen nog maar om te vouwen, even aan te duwen met je vouwbeen. Ik heb uit de Memory & More kaartpakketje een van de kaartjes gekozen waar een mooi frame op zit. En ik heb de Enjoy the Moment stempelset gekozen om, ik denk, Friendship is Found in the Simple Things te kunnen gaan stempelen. En Friendship is Found in the... Oh, die heb ik nog niet eens van een sticker voorzien. Voor degenen die dat nog niet eerder gezien hebben. De klingstempels worden tegenwoordig geleverd met super plakkerige stickertjes. Aan de achterkant kan je de schutvelletjes eraf halen. En dan plaats je je stempeltje heel voorzichtig, want vast is vast. Dus als hij scheef zit, zit hij scheef. Heel voorzichtig erop. En dan zit hij vast. En dan kan je hem er zo afhalen. Dus die had ik nog niet eerder gebruikt. De kleuren die hierin zitten zijn Bumblebee en Just Jade. En ik zit me af te vragen wat ik nou leuker ga vinden. Om het geel nog een keer te accentueren. Of toch voor een leesbaarder. Ik denk dat ik voor een leesbaarder Just Jade ga. Hoewel Bumblebee op zich nog best een donker genoegen kleur is. Ik ga wel even zorgen dat ik mijn blok uitlijn met mijn gridpapier. En de lijntjes van mijn woordjes gebruik. En die ook uitlijn met het grid. Zodat die zo recht mogelijk zit. Alternatief kan ik natuurlijk mijn Stamparatus trucje gebruiken. Die ik eerder heb laten zien. Maar voor een snelle video denk ik dat dit prima is. Friendship is found in the simple things. Ja, ik vind het een mooie combinatie geworden. Even met mijn chamois mijn stempeltje schoonmaken. En zo zie je dat je als beginner ook niet heel veel nodig hebt. Want het is dus een setje kaartjes met envelopjes. Een setje Memory & More kaartjes. En een stempelset naar keuze met een aantal spreuken erin die je leuk vindt. Een beetje lijm nog erop. En dan heb je al heel snel een leuk kaartje. Deze even erop plakken. Hij heeft een mooi randje eromheen vrij. Als je mij eerder hebt zien knutselen, dan weet je dat ik dol ben op een klein beetje nog rust door zo'n randje. Ik doe hem er één keer stevig aan de achterkant, dat hij niet de hele tijd open wipt. En dan is dat mijn eerste kaartje. Voor de tweede kaart begin ik opnieuw met zo'n basiskaartje die al gerild is. Ik heb opnieuw een kaartje uitgekozen uit de Memory & More pack. En deze keer wil ik gaan kijken of dat ik hem kan versieren met wat stickertjes. En in, kan combineren met nog een spreukje uit In Bloom. Dus ik ga deze opplakken. Opnieuw met mijn multifunctionele vloeibare lijm. Een randje eromheen vrij. En je kan deze kaartjes natuurlijk ook nog verder aankleden met nog meer spul erop. En met spul bedoel ik lintjes en blinksteentjes en afbeeldingen en wat dan ook. Wat zullen we erop gaan doen? Ik denk deze. En You Are Amazing. Ja, past wel daarop. Misschien nu minstens een match. Vind ik ook een mooie spreuk. Allemaal mooie spreuken. You mean so much to me past wel mooi. Dan gaan we die doen. En laten we eens lekker voor een felle kleur gaan. Ik heb hier Magenta Madness. Het voordeel van een fotopolymeerstempel is dat je er doorheen kan kijken. Dus je ziet meteen of je recht zit. Zo. En dan kan je gewoon de sticker oppakken. En opplakken waar je hem wilt hebben. We hebben natuurlijk nog een aantal leuke bloemetjes die we erbij kunnen doen. Of een
strikje. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ik een paar van die kleintjes erbij ga doen. Zou dat leuk zijn? Of juist een grote? Oh, twijfels. Ik ga gewoon een paar van die kleintjes erbij doen. Een blauwe. Ik kan hier natuurlijk ook een kleine mini glue dot achter doen. Als je die hebt. Het is altijd leuk om een klein beetje diepte aan je projecten te geven. Ziet het er net wat interessanter uit. Kijk, en opnieuw met niet zo heel erg veel verschillende spulletjes. Een heel leuk kaartje. Die dus net iets meer gebruikt dan het eerste kaartje. Nou, zoals ik al zei, valt de Memories & More kaartenset van binnen de suite Flowers for Every Season. Dat betekent dat er niet alleen dus die kaartjes bij te verkrijgen zijn, maar er is ook een heel pakket aan designer series paper, dus designpapier, bij te verkrijgen met allerlei verschillende patroontjes en een aantal patronen die je dan ook weer herkent uit de kaartjes die er in het Memories & More pakketje zitten. Dus deze lijkt wel heel erg veel op wat we net hadden, alleen dan een klein beetje kleiner. Zie, dus dan coördineert dat ook weer mooi bij elkaar. Dus het is ook leuk om deze producten met elkaar te mixen en te matchen. Ik heb hier opnieuw die kaartbasis met die rillijn er al in. Ik heb wat papier uit het Flowers for Every Season pakket gepakt. Ik heb een klein kaartje en daar wil ik eigenlijk dit gedeelte uit gaan knippen. En ik heb hier een groter kaartje en hier wil ik ook wat bloemen gedeeltes uitknippen. En kijken of ik dat samen kan combineren tot een geheel. Dus ik ga met mijn snips even snel aan de slag. En dan kom ik zo bij je terug met uitgeknipte onderdelen. Oké, dus daar ben ik weer. Dingetjes zijn uitgesneden. Laagjes kunnen aan de kant. En ook die zijn uitgesneden. Uitgeknipt. En dan ga ik eens kijken of dat ik hier een leuke compositie mee kan maken. Ik wil deze met wat dimensionals omhoog gooien. En deze kunnen dan mooi hier boven en onder in de hoek. En zo heb ik denk ik ook een heel leuk kaartje. Dus ja, opnieuw hetzelfde geldt. Je kan het dus een klein beetje uitbreiden. Met wat extra materiaal erin. Om zo weer een heel ander soort kaartje te maken. En als je houdt van dingetjes met de hand uitknippen zoals ik. Dan kan je hier lekker mee los. Dit is echt wel een hele leuke pakketje. Zijn ze nou exact hetzelfde dan in het spiegelbeeld? Het is wel echt een heel erg leuk pakketje om mee een avondje rustig te gaan zitten knippen voor de bank. Die hoekjes, die lijnen er hartstikke leuk uit. Ik pak eventjes mijn... Nee, ik wil mijn minis. En ik wil precies een pen voor oppakgemak. Gewoon omdat ik dat prettig vind om ze daarmee op te kunnen pakken. En in de kleinere ruimtes zal ik ze toch nog een keertje door moeten knippen. En die er een klein beetje overheen.
Dus deze keer met de kaartjes uitgeknipt en een beetje achtergrond papier uit de coördinerende Designer Series Paper Pack. Nou, voor de laatste kaart ga ik op dezelfde manier beginnen. Weer dus met een basiskaartje van de Memories & More kaarten met enveloppen. Ik heb een van de kaarten, de grote kaarten, de 4x6 kaarten gepakt om als achtergrond te gebruiken. Ik heb de Pretty Perennials erbij gepakt om een spreukje te kunnen aanvullen. En ik heb de stickers deze keer gebruikt. Nou wil ik mijn aanvullende spreukje op een stukje Basic White gaan stempelen. En daarvoor zal ik dezelfde kleur gebruiken als die hier in het papier zit. En dat is Misty Moonlight. Ik moest hem er even bij pakken. En ik wil de Happy sticker gaan gebruiken, want die is dezelfde kleur. Today kan natuurlijk ook. Maar, en dan zit ik te denken om Sending Lots of Happy ervan te maken. Gewoon een simpel vlug kaartje om iemand te kunnen groeten. Sending Lots of Happy kan natuurlijk voor verschillende gelegenheden gebruikt worden. Dus het is altijd handig om een kaartje als die op hand te hebben. Die nog een beetje kleiner en korter maken. Het stempeltje even schoonmaken. En deze dan ook op maat maken. Ik gebruik daar eventjes snel mijn guillotine trimmertje voor. En de kaart is 4x6. Dus als ik hem doormidden hak op 3x4... dan past hij weer perfect op dat kaartje. En dan heb ik nog een andere helft om op een ander moment te gaan gebruiken. Deze ook maar gelijk op maat maken. Het ziet er trouwens redelijk recht uit voor mijn doen. Zomaar niet slecht. Maar hij mag wel ietsje korter dan dat. Even goed vasthouden, want anders dan wil hij nog wel eens verschuiven en scheef gaan. En dat zou dan weer zonde zijn van mijn werk. Ik probeer mijn strookje uit te lijnen met deze lijn, want ik weet dat hij recht is en ik ben aan het kijken dat ik mijn letters ongeveer op dezelfde plek laat stoppen voor en na mijn spreukje. En dan gaan we de boel een beetje opplakken. Je ziet, je hebt echt super snel zo een kaartje gemaakt. En daar hou ik wel van. Soms heb je gewoon snel eventjes iets nodig. Of je hebt eventjes wat minder inspiratie. Dan is het heel fijn om te weten dat alles in deze set bij elkaar past. Met elkaar te gebruiken is. Dat overal aan gedacht is. Verschillende soorten spreuken. Verschillende woorden. Verschillende afbeeldingjes. Bloemetjes kunnen altijd. De kleurstellingen zijn geschikt voor mannen en voor vrouwen. Dus voor jong en oud. Dus dit is wat dat betreft echt een super handig pakketje. En zoals ik al zei, hij is nu dus afgeprijsd. Van, eventjes de binnenkant van de A eruit krijgen. Van 13,25 voor maar 6,95. Dus het is wel echt een hele leuke aanbieding. Ik vind dat hij hier niet zo heel erg afsteekt. Ik ga een stukje Misty Moonlight kaartkarton erbij pakken. Moment. Zo, ik heb even snel een strookje Misty Moonlight kaartkarton gesneden. Ik denk dat dat genoeg gaat afsteken. En nogmaals, het is herhaling van dezelfde vorm. Waardoor het, als het goed is, niet gaat afleiden. Past er prima op zo. En zo kan ik mijn haartje net tussen de L en de G uit laten komen. Ja, ik denk dat dit een leuke, subtiele, kleine toevoeging is. Maar je hebt niet zo heel veel nodig om hier leuke kaartjes mee te maken. Want het werk zit eigenlijk al in de designs zelf. Dus, sending lots of happy.
vouwbeentje er weer bij pakken. En zo heb ik dus een vierde kaartje met de stickers erbij. Een klein beetje extra papier. Maar in eigenlijk dus een mum van tijd heb ik vier hele leuke kaartjes met de Memories and More kaartenset. Met de Memory and More kaartjes en een pak basiskaartjes heb je dus in een handomdraai hele leuke projecten gemaakt. Je hoeft alleen een beetje inkt en wat stempels toe te voegen en je kan helemaal los. Wil jij nou zelf ook aan de slag met deze Flowers for Every Season Memory and More kaartjes? Denk er dan aan dat er nu een op-is-op regel voor geldt. Gisteren is de retired lijst uitgekomen, daar staan ze op. Dus dit is nog maar zolang de voorraad strekt. Dus wil je ze hebben, bestel ze dan liever vandaag, want morgen loop je ze misschien mis. En zeker aangezien ze nou dus afgeprijsd zijn. Hopelijk vond je dit een leuk filmpje. Heb je er iets aan? Is dat zo? Geef me dan een duimpje omhoog of laat een comment achter. Denk er ook aan dat je het filmpje kunt opslaan in je eigen persoonlijke playlist als je het later nog een keertje terug wil zien. En dat je het kan delen als je denkt dat iemand anders hier misschien ook profijt van heeft. Vergeet ook niet je te abonneren op mijn kanaal als je in de toekomst ook geen filmpjes meer wilt missen. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me uiteraard een mailtje sturen naar leonie@prulleke.nl. En je kunt meer informatie teruglezen over Stampin' Up, de Retired Lijst en nog veel meer inspiratie vinden op mijn website www.prulleke.nl. Ik hoop je een volgende keer weer te mogen begroeten en daar kijk ik nu alvast naar uit. Tot dan, doei!